Heer Beron? Op zijn vuurpaard! Vooruit allemaal, knielen! Ik ben het, Prins Brody. Ik heb een bericht voor jullie van mijn vader. Oh, jij bent het. Sta maar weer op. Vergeet die verdedigingsplannen. Als we Novelmore willen vernietigen, moeten we dat doen met een enorm krachtig wapen. De Invincibus. Vind het en breng het dan onmiddellijk naar Heer Beron. En nu moeten we dus dramatisch weggaloperen. We stoken het vuur op in Novelmore. Vind de Invincibus. Uw melk en koekjes, generaal. Ik wacht op de bevelen van mijn meester. Komt goed. Ik neem zijn bestelling wel op als hij er is. Daar zit generaal McGriffin. Nee, we moeten wachten tot hij contact maakt met de spion. Daar is toch niks aan? Hey, deze tafel is voor minimaal 4 personen. Oh, laat me zitten. Doe dat ding nou weg. We mogen geen aandacht trekken. Je hebt een masker op. Ja, maar ik ben cool. Hey, jij bent die gemaskerde ridder. Dat klopt helemaal. Hey allemaal. Kijk eens wie we hier hebben. Het is de gemaskerde ridder. Waarom zijn ze zo enthousiast? Het enige wat de gemaskerde ridder doet is somber en vreemd zijn. Waarom redden we dit dorp ook alweer? Hey, jij bent die veer. Zin in een potje armworstelen? Ik weet het niet. Je kunt hem best aan, Dario. Hij ziet er zwak uit. Maak hem nou niet boos. Bozer. Nog bozer. Nog een keer, alles of niets? Quinn, ik denk niet dat... Ik bedoelde tegen mij. Dat is toch niet eerlijk, armworstelen tegen een meisje? Dit gaat echt een makkie worden. Oh, mag ik jou ook later betalen? Tuurlijk. Dus, terwijl ik Heer William aan het redden was van een roedel losgeslagen... Een momentje, fijne mensen. Oh. Hij heeft vast de plannen gestolen. Hij is de spion. Oh, echt? Je bent gewoon jaloers omdat jij geen fans hebt. Oh, kom maar op, kleine prins. Kijk eens uit. Terwijl jullie twee dit verder uitvechten... lijkt het me een goed idee als ik me op de spion richt. Want daarvoor zijn we hier, toch? De verdedigingsplannen zijn waardeloos. Mijn bazen willen iets groters. Hoe kan ik u dienen, o meester? We zijn op zoek naar een wapen. Een wapen genaamd de Invincibus. De Invincibus! Dit was het dan. Het is tijd om jouw vuur te doven. Ze hebben me door. Vuurspion! Het is tijd om jouw vuur te doven. Man, wat slecht. Je baalt gewoon omdat jij het niet hebt bedacht. Niet te geloven dat ik dit zeg, maar kunnen we hem niet beter, weet ik veel, achterna gaan? Oh, ik heb zo raar gedroomd. Koekjes. Laat hem niet ontsnappen! Oh, komt goed. Kom op, Daisy. We snijden hem af. Geef maar op. Je kunt niet meer ontsnappen. Oh, nee? Oh, waag het niet. Ze volgt een tarwevrij dieet. Niet doen! Niet doen! Daar is ie! Waarom heb jij niet zoiets bij je? Je weet wel, iets dat nuttig is. Kijk, hij ontsnapt. Stop! Wel te rusten. Een indringer! Houd tegen! Mijn naam is Vuurspion. Halt! Uit naam van Novelmore! Nou, dat dacht ik niet. Huh? Ja. Oh. Huh? Oh.
Ik mag dan geen wapen meer hebben, maar ik heb het recht aan mijn zijde. En ik geef dus nooit meer op. Go! Ja! Laat mij maar. Indrukwekkend, tovenaarsknul. Ach ja, ik ken wel een paar trucjes. Deze kant op. Ik heb me al voorbereid op een gevecht. Maar je kunt je ook gewoon overgeven, spion. Jullie zijn erin getrapt. Het is een val. Dario, waarom zei je dat niet 30 seconden eerder? Wat een klapper. 3 kleine Novelodius verdwaald in het bos. De clownprins van Burnham Raiders. Kaboom. En Piralia, meesteres van de vlam. En Lucifex, heer van de bliksem. Baron van Brimstone, wethouder van de... Wacht, wat was het ook weer? Wie is die gemaskerde man? Wat? Het is prins Arwin. Raiders van Burnham, ik beveel jullie om dit land te verlaten en nooit meer terug te keren. Even over nadenken. Nee. Kijk, dit is gewoon een of ander meisje. Hé, hou je handen thuis, griezel. Een wethouder van vernietiging. Oh, dat was het. Dat wilde ik zeggen. Dat is mijn beste titel. Luister goed, Raiders. Jullie moeten niet met mij sollen. Ik ben Dario da Vinci. En mijn voorouders hebben het wapen gemaakt dat jullie zoeken. De Invincibus. Het beste wapen van de 5 rijken is eindelijk binnen handbereik. Oh, ik heb het wapen niet bij me. Het is al eeuwen niet meer gezien. Tenminste, dat zou ik zeggen als ik de Invincibus niet had. Maar ik heb hem wel. Dus ik zou ons maar laten gaan, anders vernietig ik jullie allemaal. Ja, hij doet het echt. Het boeit hem niks, hoor. Wat denken jullie? Ik denk dat ik soms best eenzaam ben. Ik had het over de Invincibus. Denken jullie dat hij hem heeft of niet? Nee, zeker niet. Er is maar één manier om daar achter te komen. Huh? Huh? De fik in! Ja! Ah! Gwyn, vecht tegen de slechterikken, niet tegen die zak! Heb ik soms om je advies gevraagd? Het hier steeds warmer? Of ligt dat gewoon aan mij? Het ligt niet aan jou. Ja, niet zo snel, Da Vinci. Nu ben ik echt aangebrand. Wordt het te heet onder je voeten? Oh, dat is veel beter. Ziet ze sterretjes? Dit is heel erg vermoeiend. Kaboom! Vangen! Dus, de Invincibus is van ons. Niet op die knop drukken. Dan gaan we er allemaal aan. Hoort het zo te... Hè? Wacht eens even. Ik wilde niet... Stop de hond! Mijn vlam! Hij wordt zwakker! Ja, daar gaat je, vonk! Val aan! Goed, hand. We trekken ons terug. Piralia! Kijk! De verdedigingsplannen! Ja, het is ons gelukt! Echt waar? Want ik denk dat die vuurgasten zeker terugkomen. Misschien had jij mijn advies moeten opvolgen. Misschien had jij een keer je mond moeten houden. Misschien moeten we deze plannen naar de koning brengen voor ze weer terugkomen. Hoe kom je aan deze plannen? Ik heb je uitdrukkelijk verboden om ze te gaan zoeken. Ze zijn persoonlijk aan mij overhandigd door de gemaskerde ridder. Samen met deze boodschap. De raiders komen terug. Dus de gemaskerde ridder geeft boodschappen door van de raiders? Hij is een dief en een verrader. Nee, vader! Stilte! Als we ons inlaten met die buitenstaanders, dan zal dat onze vernietiging worden.
De profetie is het enige wat ons kan beschermen. We houden vol. Ik wil er niets meer over horen. De koning heeft het mis. De raiders zullen weer terugkomen. En wij moeten ze tegenhouden. We zullen dapper moeten zijn. En hard trainen. En we hebben een genie nodig die gadgets kan uitvinden. Jullie bedoelen mij, of niet soms? Doe je mee? For Novelmore!